かりだ。サントリーコーナー無残な光景。トムコロネル上から覆いかぶさるように今自ら脱しました。どうやらトムコロネル大丈夫そうですが、頭上に乗ったままサントリーコーナーグラベルに突っ込みました。今のシーン、これはインに入って、左右にブレて、そのままトムコロネルのマシンに乗っかるような形で、そのままそのままそのままグラベル、コロネルの首が横に歪んでいる。横転してウォールに激突。Wakisaka kwam ongedeerd uit deze crash en dat Coronel zijn hoofd nog had was ook een wonder. Ik weet niet, ik reed gewoon op kop en ik werd gewoon vol geramd volgens mij van achter. En toen zat die auto, die zat bovenop me. En toen hoopte ik alleen maar dat hij snel mogelijk eraf zou gaan, want ik zat ook met mijn nek zat ik vast. Ah, hier, je kan het zo zien. Ik zat helemaal klim. Later bleek de racehelm van Coronel gebroken of, zoals u wilt, gescheurd. En dat zegt alles over de kracht die op zijn hoofd werd uitgeoefend. Maar veel erger was wat er in dezelfde ronde bij start en finish gebeurde. Terwijl de beide crashauto's worden geruimd, ziet de verslaggever het gebeuren. Hoi, dit is geweldig! And